Goedemorgen iedereen. Voilà, nieuwe dag, nieuwe video. Wat gaan we doen vandaag? Naar de rommelmarkt. We gaan naar de rommelmarkt. Er is rommelmarkt en korte markt. En daar gaan we nu naartoe. En wat wil ik vinden op de rommelmarkt? Blu-rays en dvd's en films, hè? En wat wil jij vinden op de rommelmarkt? Dat weet ik niet. Dus dat is dus Maurice. Maurice is mijn petekind en hem gaat meegaan. En kijk je wat hij in zijn hand heeft? Ook een vlogcamera. Oké. Goed, allee, we zijn ermee weg en hopelijk gaan we veel vinden, hè? Ja. Goed, let's go! Yo. Voilà mensen, dat was de rommelmarkt. Het was eigenlijk maar een heel klein rommelmarktje. Hier in Korte Markt. Het was een euro en half voor binnen te gaan. De Maurice heeft niet moeten betalen. Maurice heeft ook een beetje gevlogd. Hey? Ja. Maar, hey? Maurice, jij hebt niks gevonden. Hey? Nee, ik heb niks gevonden. Jij hebt niks gevonden. Ik heb 3 films gevonden. En we gaan ze een keer tonen thuis wat we allemaal gevonden hebben. Let's go! Voilà die mensen! En ondertussen zijn we dus thuisgekomen. Ja. De Blu-ray Daddy en de Maurice. Weet jij dat er choco hangt aan je neus? Echt? Echt. Goed, dus we gaan nu een keer tonen wat we gekocht hebben. Ik heb 3 titels gevonden. 3. Jij hebt niks gekocht, hè? Nee. Nee, jij heeft niks gekocht. Ik heb 3 titels gevonden. We gaan een keer tonen. Welke, hè? Goed. We gaan beginnen met een heel kindvriendelijke film. Dat is Stephen King's Sleepwalkers. Kijk je dat? Kijk maar eens. Mooi, hè? Ja. Ja, het is weer heel zijn gezicht kapot. Oh ja, heel mooi. Ja. Dus dat was 1 euro. Voilà. Dan de volgende film is een heel oude film van het jaar 1938. Wow, dat is al heel oud. En dat is The Adventures of Robin Hood. Voilà, zie. The Avengers? Nee, Adventures. Niet Avengers. Niet alles is Marvel, hè. Niet alles is superhelden, hè, Maurice? Ah ja, goed. Dus The Adventures of Robin Hood. Voilà. Heel oude film. En dan de derde en al de laatste film is een met Tom Cruise.
Dat is Risky Business. Voilà. Die heb ik zelf ook nog niet gezien. Ik heb ze alle... Die twee heb ik nog niet gezien. En die heb ik wel al gezien. Maar het is wel super lang geleden. Dus voilà. Risky Business. Met Tom Cruise. Ken je Tom Cruise? Nee. Nee? Nee, ik ken hem ook niet. Ken jij Robin Hood? Ja. Robin Hood, wie is dat? Wat doet jij? Pijl en boog schieten. En ken je Sleepwalkers? Nee. Wat denk je over wat dat gaat? Over katten. Ja, het gaat over wezens die alleen in leven kunnen blijven door de levensadem te nemen van jonge maagdelijke vrouwen. Goed, voilà, dus dat zijn de drie titels die we gekocht hebben. Ik ben er heel blij mee. Er stonden enorm veel dvd's en films. Maar je hebt natuurlijk zo een klein jongetje. Ik wil niet wijzen wie dat is. Maar die de hele tijd zegt tegen mij van... Ben je klaar? Ben je klaar? Heb je gedaan? Ben je klaar? Ben je nu al klaar? Heb je gedaan? De hele tijd was hij daar aan het doen. En dan kan ik niet op mijn gemak kijken, natuurlijk, hè. Maar dat is wel normaal, hè. Ah, dat is normaal. Waarom is dat normaal? Omdat een kleinkindje, dat is een super petertje doet zo... Ben je klaar? Maar jij bent toch geen super klein petertje? Ik zeg, ben je klaar? Dan 10 of 20 secondjes later zeg ik het weer. Ah, ja. Ik zeg niet, ben je klaar? Ja. Maar ik zeg wel... Voilà. Dat was de video. Tjekken. Goed. Allemaal bedankt om te kijken naar de video. Like de video. Volg mij op Instagram. Blu-ray Daddy 82. Je kunt u ook abonneren op mijn ander YouTube kanaal. PP Blue. Abonneer u op dit kanaal. Het is volledig gratis. Gratis. Tjekken. Ja, Maurice is geobsedeerd door Chicken Nuggets. Goed, allemaal bedankt om te kijken, like de video en tot de volgende keer. Salut! Chicken Nuggets! Salut! 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 Chicken Nuggets!